Dit is deel 2 van de sequence. Van het patier en het langszij komen. Oh, het patier verdwijnt helaas achter de mooie druil van. Oh, sorry. Plots. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit nu gaat gebeuren. Maar inderdaad, aan ankerlijn geen gebrek. Het is nu een ankerlijn van 1,60 meter, geloof ik. Ik denk toch, wat denk jij, Thomas? Hij verdient in ieder geval even een pluim voor de moeite. Misschien een motormomentje even. Gewoon even lekker laten. Kijk, hij gaat nu aan de wind. In de verre bocht. Hier op de lijn. Oh, ik moet wel even in beeld houden. Hij zwiert om de ankerlijn. Hier zit muziek in. Deze truc staat volgens mij niet in zeemanschap voor het als komvarende. Je ziet wel een plek in de tweede editie inderdaad. Ja. Ik denk dat hij net naast de zandloper uitkomt nu. Het was een duim ter prijs voor compliment. In de categorie klooien met de kleine bootjes. Weinig leukers dan dat. Aan hoort nog steeds het blijde geklots van de toenemende stroom. Ik weet het, volgens mij is de grens bereikt. We moeten een lijn uitdrijven met een wilderaam. Oké, we sluiten hoofdstuk 2 even af.